Hi. De weg naar succes zit vol met mislukkingen. Toen ik dit voor het eerst hoorde, was dat aan het begin van mijn ondernemerschap. En dat was voor mij een van de beste quotes op dat moment. Want ik was heel erg bang om voor mijn dromen te gaan. Ik dacht, ja, willen ze me wel? Krijg ik de opdrachten wel? En ik bleef het liefst eigenlijk zitten en dromen over wat ik wilde doen. Totdat ik een boek las waarin stond, de weg naar succes zit vol met mislukkingen. Dus hoe meer je faalt, hoe sneller je weet hoe je het wel moet doen en hoe eerder je succes hebt. Dus ben ik naar mijn afspraak gegaan, helemaal voorbereid om te falen. En wat gebeurde er? Ik kreeg de opdracht. Ik wist echt niet wat ik moest doen. Dus het is goed om te weten dat als jij succes wilt, dat mislukkingen of falen je daarbij kan helpen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Kentucky Fried Chicken, tegenwoordig kennen we het allemaal. Maar Colonel Sanders die dacht, ik maak lekkere kip en ik ga op zoek naar een wegrestaurant die dat wil verkopen. En de eerste restaurant wilde het niet, de tiende niet, de dertigste niet, de honderdste ook niet. Hij heeft echt heel veel wegrestaurants af moeten gaan voordat iemand zei, ik wil jouw kip wel verkopen. En tegenwoordig kennen we het allemaal. Maar ook Harry Potter, J.K. Rowling, die dacht, ik heb een mooi boek geschreven en ik ga een uitgever zoeken. Honderden uitgevers hebben haar afgewezen. Maar zij dacht, ik blijf gewoon gaan. In ieder geval weet ik nu die 100 niet, maar deze misschien nog wel. En daar zat inderdaad eentje bij, waardoor wij nu allemaal Harry Potter kennen. Dus wat het ook is wat je wilt doen, durf te falen, durf te mislukken. Dan weet je in ieder geval het niet werkt en dan ben je een stapje dichterbij hoe het wel kan.